Vandaag is Wijk TV op visite bij Jan Kusters in Vianen. Want Jan Kusters, die kan heel veel en onder andere steen bewerken. En daarvoor zijn wij vandaag hier om Jan te laten vertellen van steen bewerken. Ja. Ik zeg het vast heel oneerbiedig. Misschien is er wel een hele mooie naam voor Jan. Nou, het is inderdaad een goede. Dit is heel goed. Het steen bewerken. En ja, leuk is om te vertellen. Ik heb een les gehad van Wim Grutters uit Katwijk. En die zei na twee lessen tegen mij van, je kunt er beter mee ophouden, want het wordt nooit niks met jou. Kijk, en wat dacht jij? Die en zal dat, ik eens even het tegendeel bewijzen. Ja, dus dat gaat me niet gebeuren. Nou, ik heb ten aanzien van de stenen, daar ben ik dus gewoon mee begonnen. En in Vianen heb je dus heel veel muziekverenigingen. Ja. En mijn vrouw Riek, die zat vroeger, toen ik hier verkering kreeg, bij het orkest Vianen Musica. En dat was een fantastisch mooi orkest in Vianen, met alle instrumenten, mandola's, violen, en eigenlijk alles zat daarbij, een contrabas, een bas, zeg maar, en dan ook de mandolines waren erbij, en mijn vrouw die speelde ook mandoline. 1955 tot 1968 heeft dat orkest bestaan. Nou, ik was bezig met steenhakken, en toen dacht ik op een gegeven moment, dat moet bekend blijven. Dus toen heb ik als eerste heb ik de steen gemaakt van Vianen Musica. En uiteindelijk ben ik ertoe gekomen om ook van de andere verenigingen een steen te maken. Want ik dacht, een steen die blijft, dus dan blijft die geschiedenis blijft ook altijd leven. Kijk, en deze is waar je het over hebt, ja, hè? Ja. Zo. Die steen is van Vianen Musica. Ik heb van allerlei fotomateriaal heb ik dit logo terug kunnen vinden. Mm-hmm. Ik heb daar zelf mijn fantasie nog een beetje laten werken om het mooi eruit te laten zien. En deze stenen die hier liggen, die kunnen misschien straks in het gemeenschapshuis, in een vitrine of zo, dan kunnen andere mensen het ook altijd zien. Ja, het is dus echt een beetje om de historie van de muziekvereniging in Vianen vast te leggen. Ja, ja. Ja, want ik zie inderdaad ook allerlei andere. Ik heb hier Juvia. Ja. Dat is? Nou, de aanleiding is Juvia. Juvia bestond in 2020 40 jaar. Ja. Alleen door corona zijn de activiteiten die hun op het programma hadden staan, die zijn niet doorgegaan. En het zou heel fijn zijn als ze straks toch weer die activiteiten fanatiek met passie op kunnen pakken. Ja. Om de muziek in Vianen weer te laten klinken. Ja, ja, dit is Vivace. Dat is eigenlijk. Vivace, lijkt wel Italiaans, Jan. Ja, maar het ziet er fantastisch uit. Maar dit is meer de groep die altijd heel veel gezongen heeft, ook in de kerk. En het zijn door de bank genomen, zijn het de wat oudere. Het is wat een oudere groep. Maar dat is echt een groep die zingt. Met begeleiding van een instrument. Ja, maar niet de instrumenten als hoofdmoot. Nee, het is echt een zang. Zang. Ja, ja. Nou ja, en we gaan meteen door. Daar ligt er nog eentje. Ja, en dit is Ficinia. Dat is een vereniging die meer dus met de instrumenten werkt, zeg maar. En die hebben dan vooral ook blaasinstrumenten. Dus als je alles bij elkaar neemt, dan is Vianen is zo muzikaal. Ik sta er echt van te kijken. Ja, dat blijkt wel, ja. En dan vergeet ik eigenlijk nog het gilde. Want dat zijn de trommelaars bij het gilde. Dus die moeten we ook niet vergeten. Ja, maar net is dit, dat ontwerp je ook zelf. Als een
een club een logo heeft. Ja, dit is, dan dit verwerk is, je dat. Dit is het logo, dat heb ik erin verwerkt. Mm-hmm. Zeg maar, dan probeer ik zeg maar, dit gedeelte, dat moet ik dan zelf erbij doen. Deze van Juvia, mm-hmm. daar heb ik een soort hartvorm van gemaakt. Ja, dat bedenk je dan zelf. Ja, ja, dat, dan probeer je een beetje creatief te zijn. Ja. Hoe ver je dat, kunt noemen. Ja. Deze gaan allemaal over de muziek in Vianen, maar je doet niet alleen aan muziekwerken steenbewerking. Hè? Je maakt ook andere. Allerlei andere afbeeldingen. Oh, kijk, dat is iets compleet anders. Hier is geen muziekinstrument te zien. Nee, nee. Nou, wat is dit? Dit gaat over historie. Nou, omdat ik ook vrij actief ben in de archeologie en wat er vroeger allemaal gaande was, zag ik dit plaatje in een krant staan. En toen heb ik dit getekend en heb ik deze afbeelding van gemaakt. En dat is een schildering uit de graftombe van Toetanchamon. Ik krijg regelmatig bezoek en dan zeggen ze, vragen ze mij, ben je op bezoek geweest in Egypte? Ja. Dus Ja, zo echt lijkt het. Ja. Ja. Nou, prachtig. En dan maak je gewoon na van een plaatje. Ja. Nou, ik ben toch eigenlijk benieuwd hoe dat proces een beetje in elkaar zit. Ja. En jij liet me net al iets zien over, nou ja, wat je andere hobby eigenlijk is, de archeologie. Ja. Jan, je maakt je eigen ontwerpen, zei je al. Soms maak je ze na van een plaatje, maar ja, een plaatje alleen, dat is nog geen ontwerp op steen. Nee. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Je hebt hier een mooi voorbeeld van iets? Ik heb eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ik heb recentelijk heb ik een skeiata gevonden. Een wat? Een skeiata. Oh, een skeiata. En dat is een muntje uit het jaar 700. Aha. Nou, en die is zo klein, die is kleiner als een dubbeltje, dus ik denk, hoe kan ik die nou mooi in beeld brengen? Ja. Toen heb ik een foto gemaakt, ik ben hem gaan vergroten en heb ik deze tekeningetjes gekregen. Ja. Nou, dan heb ik een tekeningetje, dan neem ik een schabloon of een carbon. Ik doe dat carbon eronder, dan pak ik een pen en dan ga ik de hoofdlijnen, die ga ik eigenlijk tekenen. Ja, oh ja, en zo komt dat dan op die steen. En dat komt dan op die steen. Nou, dan haal ik dat weg, dan zie ik die lijnen, zeg maar, die getekende lijnen, en dan heb ik een kraspen. Ja. En dan ga ik met alle schablonen, die lijntjes aankrassen, heel scherp. Dus ik moet alle lijnen precies nalopen. Opletten dat die kraspen niet uitglijdt, want dan is gelijk alles beschadigd. Dus je moet heel secuur moet je werken. Nou, dan krijg je dus de steen, dan pak ik mijn bril. Want veiligheid voor alles? Veiligheid voorop, want als je zo'n splinter in het oog krijgt, dat is niet zo best. Nee. En dan ga ik met hamer en beitel, ga ik dus die lijnen nabewerken. Dus en ik laat de tekeningen, die laat ik in dit geval intact. Ah ja. Je kunt ook anders omwerken, dat je dit laat zitten en dat je dit weghaalt. Ja, ja. Maar in dit geval liggen die kruisjes, die liggen er bovenop. Ja. En dat heb ik in mijn uitwerking ook zo gelaten. Ja. En dit is dan de voorzijde van dat hele kleine muntje en dit is de keerzijde. Zo. En in een tentoonstelling kun je dan dit muntje er neerzetten en je kunt de voorbeelden vergroot erbij zetten. Dus dat is ook de bedoeling om dit te doen in het Museum Keukelum. Blijft het ook steenkleur of
Het blijft altijd, dit is de harde kleur, hè? Dus daar kun je eigenlijk ook niks aan veranderen. Dus die moet je zo laten. Kijk, en de kleuren, ja, ligt aan hoe je de stenen, zeg maar het afvalmateriaal, gaat gebruiken. Dus de kleuren zitten er eigenlijk al, daarom zijn het ook allemaal verschillende stenen. Ja, maar nu hoor ik jou zeggen, het afval. Dit is toch geen afval? Dit materiaal is, zeg maar, ik kan bij een steenhouwer kan ik dit materiaal uit een container uitzoeken. En ja, dan moet ik, zeg maar, bij andere mensen weer ritselen dat ze het zagen. Maar meestal maak ik dan eerst iets voor hun. En dan zeg ik er even bij, als je nou ook even tijd hebt om een keer wat voor mij te zagen, dan gebeurt dat ook. Dus, ja, ja. Dus het is... Ja, dienst, het is geven en nemen. Ja. 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 Maar nou dacht ik toch echt dat jouw achternaam iets anders was, of niet? Nee, dat klopt. Maar ik heb ooit in Turkije had ik een mooie folder meegenomen. Daar zat ook een steenbewerker. En ja. Die maakte ook allerlei dingen. Alleen maakte die beelden. En toen heb ik zo'n plaatje wat in die folder stond, heb ik dus uitvergroot. En... Daar stond onder Picasso. Nou, ik denk, ja, dat is dan een echte Picasso, dus dat hoort er gewoon bij. Dus zo heb je het inderdaad aangemaakt. Ja, ja, ja. En daar kunnen nog een paar leuke dingen liggen. Ja, en een sporter kan natuurlijk niet achterwege blijven. Nee, want dat is iets wat ook een hobby van je is, hè? Ja, dat is mijn hoofdhobby eigenlijk. Het sporten. En het mensen aanzetten tot sport, dat is eigenlijk mijn belangrijkste drijfveer. Ja. Maar dan kan ik het niet nalaten om ook een hardloper te maken. Ja. 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 Ben je van plan om ook een hele serie sporters te maken? Of is dat net wat je gevoel je ingeeft? Nou, ik heb inderdaad wel meerdere sporters gemaakt. Ik heb een discuswerper heb ik al gemaakt. Ik heb mijn kleinzoon, die doet dan badminton fanatiek. Daar heb ik van een foto heb ik een afbeelding gemaakt met zijn naam erop. Dus ja, dat vind ik dan ook heel leuk om te doen. Ja. Ja. Hoeveel werken heb je zo in het totaal gemaakt, denk je? Hoe lang doe je dit trouwens al? Nou, even inschatten, ik denk een jaar of vijf. Een jaar of vijf. Oké, okay. Ja. Dat is nog niet zo heel lang. Dat is nog niet zo lang. Dus vandaar dat ik Wim Grutters, die mij aangezet heeft, van dat laat ik me niet gebeuren. Nou, dus dat blijkt. Wim, als je kijkt, je kunt heel trots zijn op hem. Jammer dat je hem hebt laten gaan. Huh? Zo is het. Yeah. Nou, dit is meer voor de hondenliefhebbers en de dierenliefhebbers. Yeah. Alleen ik zet hem af en toe voor het raam. Dat is de bewaking van mijn huis. Zo van, ik spreek mensen maar vast af. Ja. Nou, prachtig gemaakt. Maar hoeveel stenen heb je nu ongeveer tot een goed eind gebracht? Nou, in het begin heb ik toch wel heel goed moeten luisteren naar Wim Grutters. Want in het begin gingen er nogal wat stenen, die gingen midden door. Ja. En uiteindelijk denk je van, nou, dat gaat me ook niet meer gebeuren. Dus dan word je gewoon wat rustiger. Ook mijn hardlooptrainer die heeft in het begin ook steeds gezegd, doe jij maar een beetje rustig aan. Dus dat komt nou goed van pas. Ja. Ja. Maar maak je ook hele kleine werken of juist hele grote werken? Nou, ik heb wel een mooie werk liggen nog bij... restaurant Horizon, daar liggen ook drie van mijn werken liggen in de entree op de vloer. Oh. En dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Daar heb ik ooit een munt gevonden voordat het gebouw neergezet werd. Yeah. En die heb ik in groot uitgehakken ook. En die ligt daar op de vloer, dus dat vind ik ook wel leuk. En veel mensen vragen dan van wat is het? Daar heb ik ook een verhaal bij gemaakt. Dus ja, het vertelt gewoon ook een stukje historie. Ja. Ja. Nou Jan, wij hopen dat we jouw stenen inderdaad binnen afzienbare tijd een keer overal kunnen zien. Hè? Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Om ze een keer ergens echt te laten zien. Ja. Ja. Maar één ding, hoe weten we nou dat het van jouw hand komt?
Ja, soms zet ik er een kleine handtekening op, maar dan moet ik zelf al zoeken. Nee, hier staan ze niet op. Oh ja. Ja. Ah. Dus als we goed zoeken, dan weten we dat het een echte Jan Kusters is. Maar dat deed Rembrandt ook, hè? Die verstopte ook zijn handtekening. Precies. Dankjewel. Oké, graag gedaan.